Komkommers, komkommers, ze maken zo slank. Komkommers, komkommers, ook lekker voor aan het strand. Komkommer, komkommer, ik hou zo van jou. Komkommer, komkommer, ik blijf je altijd trouw. Dag duifjes, welkom bij mijn nieuwe wekelijkse rubriek Marijke helpt Nederland. Elke week geef ik jullie een advies aan de hand van een actualiteit. De afgelopen tijd is er heel veel narigheid geweest en heel veel ellende. Denk aan de vliegtuigcrash, denk aan Israël, denk aan Gaza. En dat vind ik heel erg, maar daar kan ik helaas niet mee helpen. Dus ik wil graag een andere actualiteit behandelen met jullie. Maar er is heel weinig, want het is warm in mijn hoofd en warm in mijn hart. Ja, de break-up van Roy Donders. Maar ja, wat moet je daar nou van maken? Dat weet ik ook niet. Daarom heb ik iets anders bedacht. Marijke's komkommertijd. 5 dingen die je nog niet weet over komkommers. Tip 1. Slechte adem. Druk een schijfje komkommer 30 seconden tegen je gehemelte en de slechte adem is als sneeuw voor de zon verdwenen. Tip 2. Een beslagen spiegel kan heel irritant zijn op de badkamer. Neem een schijfje komkommer, ga ermee over de spiegel en hij is helemaal helder en lekker strak. Kijk hoe ik dat doe. Als een hertje. Tip 3. Stress. Wanneer je geen tijd hebt voor een gezichtsmassage, voor een spa, voor een andere heerlijke relaxende behandeling, kun je ook een komkommer pakken. Nee, niet op die manier, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een komkommer in een ketel met kokend water. De chemicaliën uit de komkommer en de prachtige dampen en de voeding en het water uit de komkommer komen vrij. En zorgen dat je gezichtshuid, net als mij, een prachtige glow krijgt. Tip 4. Weg met de kater. Om een kater te vermijden kun je 's avonds voordat je gaat slapen 5 komkommerschijven eten. De komkommer zorgt ervoor dat je 's morgens fris en zonder hoofdpijn opstaat. Tip 5. Schoenenpoets. Heb je een belangrijk gesprek en zijn je schoenen vuil? Neem dan een schijfje komkommer, ga ermee over de schoen en je zult zien dat je schoenen er fantastisch van gaan glanzen en ze worden waterafstotend. Nou, dat waren genoeg komkommers en komkommertips voor deze week. En denk erom, de komkommertijd is nu geweest. Volgende week een echte actualiteit. Dus, dan gaan jullie echt kritisch naar me luisteren.